Natuurkunde Lokaal. Mijn naam is Sam. Ik geef hier natuurkunde. Daarom ben ik natuurlijk ook hier. Ik wilde je eigenlijk gewoon wat dingen laten zien. Kijk maar eens. Als ik bijvoorbeeld deze bordjes hier neerleg op deze bol. Moet je maar eens kijken wat er gebeurt als ik hem aanzet. Zo. Ik voel mijn haar ook al een beetje gaan. Kijk maar eens. Je ziet het bewegen. En ik kan zelfs de bliksem zichtbaar maken. Ja, ik vind het persoonlijk best wel tof. Iets anders wat ik kan laten zien, kijk maar eens, ik heb hier een mooie opstelling. Je ziet allemaal vuur. Je denkt, ja, wat moet ik nou zien? Maar als je goed luistert, dan hoor je een toon. En die toon die kan ik zichtbaar maken. Ik zie echt een golf hier. Nou, even genoeg zo. Een van de dingen die wij hier op school heel belangrijk vinden, een van de pijlers van onze school, is talentontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat jij ontdekt waar jouw talenten liggen. Dat doe je natuurlijk door projecten zoals dit, door proeven te doen. Maar een voorbeeld van hoe je dat terugziet in mijn vak is Beta Talent. Bij Beta Talent kom je met een groep leerlingen bij elkaar en ga jij in projectvorm ontdekken waar jouw talenten liggen. Nou, als je nou meer wil weten over scheikunde of over natuurkunde of over andere vakken, ga dan vooral even kijken naar de lokale. Hier op de website, kijk even de filmpjes en doe zeker mee een proeflesje. Ja, heel veel plezier, kijk lekker rond. We zien jullie! Docent dans en geschiedenis op het Anna van Rijn College. Maar maatwerk vinden wij op het Anna van Rijn ook heel belangrijk. Als mentor van de brugklas zorgen wij ervoor dat je persoonlijk begeleid wordt, maar ook als klas dus een mentorles hebt. Nou, in de mentorles bespreken we hoe je kan plannen en leren leren. Dus hoe leer je voor elk vak. Nou, ik kan nog wel veel meer vertellen over maatwerk, maar mijn mentorleerlingen kunnen dat veel beter. Ik ben Rodin, ik zit in de klas 1A2, mevrouw Vekens is mijn mentor en ik ga jullie wat vertellen over de R-lessen. R-lessen, dat is een uur dat je zelf kan kiezen. Het duurt 40 minuten en je kan kiezen of je het voor een leuk vak wil gebruiken of voor een vak dat je lastig vindt. Ik vind het persoonlijk heel fijn om LO te kiezen, omdat ik van bewegen hou. Ik sport ook op hoog niveau. En vind het daarom belangrijk om veel te sporten. Daarom vind ik het ook belangrijk dat je je eigen R-lessen kan kiezen. Hoi, ik ben Estelina, zit in 1HA2 en mijn mentor is mevrouw Vekens. Natuurlijk zijn de eerste weken van de middelbare school best wel spannend. Want natuurlijk, je kent het gebouw niet, je kent de docenten niet, maar ook je klasgenoten ken je niet. En de mentor heeft mij daar heel erg veel bij geholpen door eigenlijk het gebouw te laten zien aan mij en hoe alles werkt. Zo heb ik ook veel beter de docenten leren kennen en dat is best super fijn. Ik vind het ook heel erg fijn en ook leuk om te zien hoe goed eigenlijk een mentor je helpt, want het is gewoon super prettig als iemand echt interesse in je toont. Zo heeft iedereen op het Anna van Rijn hebben we een planner. Zo leren wij hoe we moeten plannen. En dat is super belangrijk, want zo hou je gewoon super veel vrije tijd over. En dat is gewoon het best. Dit was een stukje over het Anna van Rijn. En doei! Groetjes! My name is Daan. Oh, laat ik het eventjes in het Nederlands doen, dat is denk ik een stukje makkelijker. Mijn naam is Daan Smit, ik ben een LO-docent op het Anna van Rijn College. En op het Anna van Rijn College kan je tweetalig onderwijs volgen. Dat valt namelijk onder internationalisering. En dat betekent dat je de meeste lessen in het Engels gaat krijgen. Iedereen kan dat, alleen je moet natuurlijk flink doorzettingsvermogen hebben en een stukje harder willen lopen.
Ik heb twee leerlingen meegenomen en die gaan verder wat vertellen over internationalisering. Wessel, kun jij er wat over vertellen? Hoi, ik ben Wessel en ik wou heel graag naar het Anne van Rijn College omdat ze er onder andere tweetalig onderwijs aanbieden. En dat sprak me wel heel erg aan omdat de Engelse taal heel belangrijk is voor bijvoorbeeld een baan. Bijvoorbeeld als je internationaal wilt gaan handelen, dan is de Engelse taal wel heel erg handig om met elkaar te praten. En daarom heb ik voor het tweetalig onderwijs gekozen op het Anne van Rijn College. Ik ben Nora. Ik heb voor het Anne van Rijn gekozen omdat ik de Engelse taal heel interessant vond. En ik had heel erg zin in de Engelse reis. Mijn vader was vroeger ook Engels docent en daarom is de Engelse taal ook heel belangrijk voor mij. Ik vind reizen heel leuk en dat doe ik ook best vaak. Het TTO vond ik ook gewoon heel leuk. En dat is waarom ik voor het Anne van Rijn heb gekozen. Oh, wacht eventjes, want we hebben natuurlijk internationalisering. En internationalisering is natuurlijk niet alleen voor onze tweetalige klassen, maar dat is ook voor onze Nederlandstalige klassen. Want je kan hier op het Anne van Rijn natuurlijk ook gewoon Nederlandstalige lessen volgen. Voor die leerlingen hebben wij natuurlijk ook reizen. En dat doen wij natuurlijk om ook hun kennis te laten maken met verschillende culturen. En echt een wereldburger te creëren van die leerlingen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. En een hele fijne dag nog. Veel plezier tijdens de rondleiding, hè. Doei doei!